Jee, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Zondagmorgen. Kijk, we zijn begonnen met het mooie weer. Niet in het bos, wat afhankelijk van de bedoeling was. Echter. Even een bril opzetten. Ik weet dat het natuurlijk dan minder emotioneel is. Ik moest mijn dochter wegbrengen naar vrienden van ons die vlakbij de fitness wonen. Toen zei ik van, daar kan ik wel op en neer rijden naar Gassel. Om dan weer in het bos te gaan hardlopen en dan weer eventueel terug naar de fitness. Dat gaan we niet doen. Milieubewust? Nee, dat was het helemaal niet. Nee, het was gewoon tijd. Het is gewoon een tijdskwestie. Dus toen had ik maar bedacht dat ik gewoon maar meteen naar de fitness kan gaan. En daar mijn rondjes maken. Ik heb een nieuw programmaatje in elkaar geflanst. Alleen, ja, dan krijg je het volgende en dan ben je daar bezig. En dan komt er een oude bekend die komt dan binnen. En dan ben je babbelen. En dan kijk je naar de klok en dan is het alweer tijd. Nou ja, goed. Oké. Dus goed, ik had een nieuw programmaatje in elkaar geflanst. Een beetje gericht op de buikspieren. Maar goed, daar ben ik dus niet helemaal aan toegekomen. Ik ga dat programmaatje van de week natuurlijk wel doen. Misschien morgen dat ik die opnieuw ga doen. Want dat lijkt me wel gewoon goed in elkaar te zitten. Nou, als ik erover nadenk, dan denk ik van ja, wat heb je dan gedaan? Ja, ik heb beginoefeningen gedaan. En dan, met dit mooie weer. De allerlaatste competitiewedstrijd. Uit. EVV. Echt. Of was het EVV? Ja, nou, in ieder geval, we gaan naar. Nee, VVE. Voetbalvereniging, echt. VVE. Nou ja, in ieder geval, we gaan naar echt. Echt. Goed. Daar gaan we dus heen. Laatste competitiewedstrijd. We moeten natuurlijk een beetje gaan kijken voor aanstaande donderdag. Aanstaande donderdag hebben we onze eerste nacompetitiewedstrijd tegen Baronie. Gelukkig eerst thuis door de week en dan zondag uit. Aan de ene kant, ja, kun je zeggen van dat is fijn. Aan de andere kant, een beetje maakt ook niet uit. Je moet gewoon voetballen, je moet gewoon spelen, winnen. En dan de boel op orde zetten. En klaar. En dan de tweede twee wedstrijden. Ja, dat waren wel cruciale. Hoe dat kan zijn, hoe dat er gaat uitpakken, dat weten we natuurlijk niet. Dat hangt natuurlijk afhankelijk van wat andere teams doen. Tegen wie je dan uiteindelijk uitkomt. Maar ja, dat zien we dan wel weer. En dan lopen we weer echt tegen het einde van het seizoen. En dan zijn we alweer aan het nadenken over het volgende seizoen. Ja, daar zijn we al langer over aan het nadenken. Maar dat komt er al meteen bij. Dat verhaal. We zullen wel zien wat het uiteindelijk allemaal wordt. Het kan op een deceptie uitlopen in zoverre dat wij, ja, zeg maar, aanstaande donderdag thuis, dat we dan bij spreken al dik verliezen. Nou ja, dan moet je dus nog naar Baronie. Ja, en dat kan zomaar over zijn. Je weet het niet. Dat is zover het vervelende van zo'n na-competitie. Je weet niet wat het uiteindelijk gaat worden. Of dat je inderdaad maar twee wedstrijden speelt of mogelijk vier wedstrijden speelt. En dan wat dan uiteindelijk de uitslag gaat worden. Maar goed, je doet het voor de na-competitie. Je doet het om eventueel te promoveren naar de derde divisie. Het is wel weer een niveautje hoger. We zullen zien. We zullen wel zien. Nou, ik rij in ieder geval onze straat er weer in, dus ik ben weer vlak bij huis. Dus bij deze ga ik alweer afsluiten. Want als je gesport hebt, moet je ook op tijd gaan douchen. Ik moet natuurlijk ook weer op tijd vertrekken, want ik wil niet te laat komen. Ik kan natuurlijk nog een beslissing maken om weer hetzelfde als vorige keer om misschien toch nog met de motor te gaan. Maar ik denk dat ik dat deze keer niet doe. Er is trouwens bij Julian een internationaal jeugdtoernooi, dus dat wordt sowieso wel lastig om dan
Ja, misschien met de auto wel daar te komen. Ja, ik zal het wel zien. Ik kijk wel. Dat ga ik niet even voor beslissen. Dus, maar in ieder geval, ik ga deze afzetten. Deze. We hebben een hoop fouten vandaag. Veel fouten vandaag. Versprekingen. Nou goed, kan ook een keer gebeuren. Ik zou jullie zeggen, even een duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer terug. Met de vlog. En ik hoop dat ik een paar duimpjes meer krijg. Gewoon even op klikken. Even op die duimpjes, jongens. Kom. Mag van mij. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En dan zeg ik wel met de hele korte bekende show als einde. Ja, denk het wel. Ja. Tot de volgende keer. Ik zeg tjoe.